De passie voor elektronische muziek componeren als ik, hoe is die eigenlijk begonnen? Hoe is dat begonnen? Zeker voor elektronische muziek. Ja, dat is heel snel en eenvoudig beantwoord. Als het eerste elektronische studio in Keulen bij de Omroep opgericht was in de 50e jaren, daar hadden ze meteen nog uitzendingen. Er staat die klankwereld van de elektronische muziek. En dat kon in heel Duitsland horen. En ik heb dat gehoord. En heb me geïnformeerd. En het fascinerendste wat ik dan dus meegekregen heb van die uitzendingen was, dat een componist in de situatie komt, net als een schilder, dat hij zijn werk direct kan vormen, ohne de tussenkomst van andere mensen. Dus hij kan direct met het materiaal omgaan en dat creatief bewerken. Dat was de fascinerendste idee. En daarom heb ik nog kort daarna, en daarom ben ik ook zo vroeg daar in Köln geweest, bij die Omroep in 1954, dan geïnformeerd. En wanneer bent u dan echt begonnen met zelf componeren van elektronische muziek? Ja, zoals het is op die leeftijd van 20 jaar, dan moet je eerst kijken dat je brood met muziek kan verdienen. En dan hebben ze gezegd, nou, we raden u aan niet naar Keulen te gaan, om eerst het orgel-tentamen af te sluiten uit opleiding. En dan kan u in Keulen een kleine functie vervullen als organist, en dan kan u geld verdienen. En dan kun je daar verder gaan, dat lijkt het meeste practicabele. Nu was er ook nog een andere haak aan die zaak, omdat die studioleider, Dr. Herbert Eimert, die in de 20 jaren atonale muziek theorie heeft geschreven, 12-toonstechniek, die waren eigenlijk daar verder gegaan, waar Weber opgehouden is met componeren. En dan hebben ze dan het seriële, zogenaamde seriële tijdperk ingeleid. Ingeluid, het houdt in dat alle parameters, als je dat noemt, toonhoogte, toonsterkte, klankkleur, dynamiek, alles, dat werd allemaal in reeksen ondergebracht. En zover was ik dan dus niet. Ik had alleen een paar orgelstukken op band meegenomen. Dan heb ik tegen mij gezegd, nou ja, u moet kijken dat u bij Weber uw aansluiting vindt. Dat wat u tot nu aan toe componeert, dat is niet actueel. Dus daar kunnen wij u niet in de studio laten voor. En dan was er alleen maar eerst ad acta gelegd. En dan heb ik dan in de loop van de jaren voorstellingen van klank en kleur met het groot orkest kunnen verwerkelijken in grafische partituren. En die zijn dan ook uitgevoerd worden. En op basis van deze partituren heb ik dus toegang gekregen tot andere studio's. Bijvoorbeeld in Warschau, in Milaan en te laatst hoofdzakelijk dan in Utrecht. Is het daar dat in Utrecht dat u de eerste elektronische stukken heeft gecomponeerd? Nee, het eerste elektronische stuk heb ik in Rome gecomponeerd op basis van alleen een partituur en een klankvoorstelling. Dat was het stuk Impulse voor 6 kanalen, alles op millimeter papier getekend. 2 jaar lang was ik daar bezig en dat is heel eenvoudig in opbouw. Dat is in toonmengsel uit verschillende sinustonen, een soort klankbundel. En dat klankbundel wordt net als een drieklang over elkaar gezet met anderen in altijd verschillende afstanden. En dat wordt dan in elkaar verschoven, er komen steeds naar nieuwe klankkleuren. En die partituur, met die partituur ben ik naar Warschau gegaan. En dan hebben ze gezegd, ja oké, na 3 maanden, wij zijn voor de productie, voor filmmuziek, voor tv-muziek en ook voor componisten, maar uw werk neemt zoveel ruimte in beslag, we kunnen dat niet realiseren. En dan ben ik weer teruggegaan naar Keulen, dat was het in 1962, maar niet meer in 52, 53, 10 jaar later, met die partituur. En die hebben gezegd, ja, dat nemen wij aan dat stuk, zei Eimer destijds, dat wordt realiseerd. En dan heeft een collega van mij een uittreksel gemaakt uit die partituur om
handiger in de studio te kunnen werken, omdat die originale partituur was boven een meter in labgroot. En dat kan je natuurlijk moeilijk in de studio hanteren, in een klein studio. En die heeft zo'n handboek gemaakt, wat je alles moet doen, en wie en wie, wat op elkaar volgt. En dat was dan ook niet gerealiseerd in Keulen, omdat die dokter Eimer dan wegging in zijn opvolger. Dat was een collega van mij, een heel beroemde componist, die heeft gezegd, ja, het wordt doorgegaan met realiseren. Dat was Karl-Heinz Stockhausen, daar heb ik ook een brief ontvangen. Maar zoals de administratie vaak is in zulke omroepen, dat komt dat het onderste erboven en het bovenste eronder, het verdween uit de productie. En dan las ik een paar jaar geleden dat aan het Haags Conservatorium een oud stuk van Giorgi Ligeti, elektroniek pièce nummer 3, is een van de stukken in mijn de tweede, wat niet in Keulen kon gerealiseerd worden, dat ze dat in Den Haag nog gerealiseerd hadden. Nou, ik had dan meteen een briefje geschreven naar Den Haag, of ik ook niet het geluk kan daar vinden dat het als laadbloeier mijn schicksalssymfonie noemde ik het, wel, omdat het nooit aankwam, kan realiseren. En zei ze, ja, ze zouden dat in bespreking nemen. En dat was een goed klimaat. En ze zeiden, ja, we kunnen dat alleen doen als verschillende afdelingen samenwerken. Het moet in computertaal verwerkt worden. Dat gaat ook niet meer, het studiehandboek van destijds. En nu heb ik niks meer gehoord. Sinds drie, vier jaar. Ze willen zich altijd melden. Maar niemand heeft zich gemeld. Men heeft mijn dochter een keer opgebeld. En dan zeiden ze, ja, wij hebben die mankracht niet om dat te realiseren. Dus het eerste elektronische stuk, om op uw vraag terug te komen, is nog nooit gerealiseerd of het zo'n het eerste stuk is wat totaal vastgelegd is. En dat is ook niet meer de trend van de tijd dat men elektronische muziek in partituren opschrijft. Dat heeft de mensen van Muziek Concreet hebben dit ook niet gedaan. Misschien Varese, die heeft nog een paar curven en skitsen gemaakt om een verloopje of een glissando aan te duiden. Maar dat was de eerste compositie. En de tweede compositie was dan in 1966 tot en met 1969. Daar heb ik gewoon geluidsmateriaal verzameld in de omroepstudio van de NDR, in een geïmproviseerd studio. Met productmodulatoren en filters heb ik dan dat stuk Cybernetics gerealiseerd. 1, 2 en 3, tweede deel is met koor, want dat is ook nog uitgevoerd worden, omdat er ook problemen waren met die koor-uitvoering van een andere componist, die politisch dat moest opgeven, omdat die daar uit Berlijn die APO-mensen en Toetske, die samen met rode vanen verschenen. En dan mocht die koor niet meer optreden tijdens, dus is dan ook die partituur is gedrukt. Cybernetics 2, maar kwam nooit meer tevoorschijn. En ik ben dan gewoon van Warschau, Keulen, toch dan naar Brussel gegaan, waar ik ook klankmateriaal gemaakt heb. En dan uiteindelijk toch in Utrecht terecht gekomen ben. Daar heb ik ook vaak in iedere zomervakantie, als kind studenten waren, kon ik daar werken. Dan was de studio 6 weken leeg. Dan kon ik daar werken. Anders was er ook cursussen en er waren moeilijk een been ertussen te krijgen. Omdat andere componisten willen natuurlijk ook wat doen. En er was eerlijk een agenda en dan kon het hier. En dan boet en beddag en hemelvat en Pasen en kerst. Dat waren allemaal mijn werkdagen. En dan heb ik toch van 1970 tot en met 1993, want de studie is dan verhuisd naar Den Haag, aan het conservatorium volgehouden. Tot ik dan eigenlijk tot de overtuiging gekomen ben dat helemaal geen studio meer nodig is om elektronische of muziek op band te zetten, wat het eigenlijk is. Elektronische muziek is natuurlijk niet staan gebleven van de sinustoon en ruiscomposities, klanken, is de wereld allemaal al lang van afgekomen. En ik heb net een bericht gelezen in een krant van een schilder die voor mij erg
hoog aangezien was, was een schilder uit Hamburg, die heet Sonderburg, dat is de stad Sonderburg. En die wist allerlei schilderijen te maken waar die tijd een bepaalde rol speelde. Die tijd zag je in die schilderijen. We zitten een tekening van hem. En die schreef dus in die bericht, die is voor 6 weken verschenen, dat hij geen studio meer nodig had. Dan denk ik, nou, dit sluit precies bij mijn gedachte aan. Ik heb eigenlijk ook geen studio's meer nodig. Met filteren en programma's en noem het maar op. En dit mijn andere collega's hier werken met laptops, kregen altijd dezelfde surrogaten, wil ik niet zeggen, maar toch dezelfde geluidsveld. En je moet daaruit kunnen lopen. Als je dat wilt, moet je nu in Afrika kunnen zijn of 1 minuut later in Japan. En dat is interessant ook, die tijdwisseling in een compositie. En dat kan je met een programma en met de computerisatie, dacht ik toch niet bereiken, maar ik kan het niet. Als anderen dat nog kunnen in 10 jaar, oké. Even kort over cybernetics gaat het nu. Ja. Ted, hoe is uw idee ontstaan rond de cybernetische muziek? Hoe is dat u begonnen eigenlijk? Ja. Ik had in 61 en 62 een orkeststuk geschreven, dat noemde ik Oscillated Schwingungen, waar alleen nog klang over is. En dat stuk eindigt, dat had ik, dacht ik, een keer hier verteld, als ook Anton Tierleder hier was, van het festival in Den Bosch, dat dat stuk Schwingungen eindigt met een moment waar alle toonhoogtes van de balk springen. En dat was voor mij uitgangspunt voor een nieuw stuk, wat ik Galaxis noemde. En dat is een ronde schijf met notensystemen, en die speler moet het aftasten en een bepaalde rekening houden met elkaar. Dat is vastgelegd in bepaalde speelregels, zijn het eigenlijk niet meer, maar verhoudingen, adviezen voor verhoudingen, net als varkens, moeten ook als ze naast elkaar lopen. Varkens met prikkels, ja, die moeten ook letten dat ze de juiste afstand hebben. En dat is ook zo. En daar is niks vastgelegd. Het is een, ja, een heel groot toonaggregaat, waar dat door regelprocessen en sturingsprocessen, die je ook bij de jazz hebt, de ene speler beïnvloedt die andere, maar daar is er geen harmonisch of ritmisch schema meer aanwezig. En dat was eigenlijk die uitgangspunt zelforganisatie van muzikanten, denn ik vond het dan ook op de duur moeilijk dat die orkestmuzikanten, paste niet meer in die tijd eigenlijk, dat er 8 celli zaten en die moesten allemaal met die bogen en die 10 contrabassen moesten verschillende noten of een en dezelfde noot spelen en dan bepaalde geluidseffecten, ja, fleisch roulette en als alle ponten gespeeld en dat soort dingen, dat heeft ook begrenzingen. En zo is dan dat het ontstaande zelfsturing van muzikale processen. En dat heeft u ook getransponeerd naar elektronische muziek? Dat heb ik in elektronische muziek getransponeerd, ja, om dat in de studie te bewerkstelligen. Dat heb ik ook vaak uitgelegd. Met die stenen die je in het water gooit, dan kan bepaalde golfbewegingen. Als je 4 stenen na elkaar gooit in een bepaalde tijdafstand, krijg je hele complexe oversnijdingen. En als je een fotograaf zou zijn, dan neem je die oversnijdingen op en die gebruik je in die stop je ergens in. En in een zwarte doos waar andere dingen erbij komen, je weet niet wat erin zit. En die sturen dan weer alle andere dingen voort. En dan heb je een schakelaar of een regelaar of een mengtafel. En dan kan je niet gehoor, het is dus een brug tussen mens en machine eigenlijk dan geworden. Waar het tot stand komt, ik hou niet van een programma dat een computertaal en dat wordt vooraf bekeken en dan wordt het gerealiseerd. Maar dat ontstaat eerst in die moment waar het klinkt en waar het dan ook de verloop verder niet vast ligt, maar dan ook tot stand komt uit zichzelf. En hoe is uw rol als componist dan?
Stuurt u, kunt u nog bijsturen? Of dus ik kan iedere moment daar ingrijpen. Ik kan nog met uw gehoor, het is net als een vleugel of een piano toets of een snaar, hoe je die aanraakt, hoe je dat merk je dat die klank anders wordt en zo is dan ook met die apparatuur, hoe je die inderdaad bewerkt met knoppen en dat is zo, ja. En wanneer beslist u wanneer een stuk anders, een elektronisch stuk, is dat hangt het van het moment af? Of hoe? Nou ja, dat is natuurlijk altijd ook een vraag in instrumentale muziek. Wanneer houdt het stuk op? Hoe begint het? Wanneer houdt het op? Dat is een vraag die je moet uit de gegeven situatie afleiden. Wanneer dat stuk eindigt. Soms wordt het proces ook helemaal afgesneden, maar dat is niet de regel. En het zou interessant zijn, en dat doe ik ook, dat ik een paar stukken uit een paar jaren met elkaar vergelijk hoe ze eindigen. Het is een heel goede vraag, omdat het natuurlijk beginnen is eenvoudig. Maar eindigen, ja, hoe eindigen laat het uitklinken als een klok, of wordt het afgesneden, of meestal het leukste vind ik als ze uitademt, heel uitademt, en dan nog een kleine staat krijgt en dan in het donker verdwijnt. Maar dat kan men ook niet altijd herhalen. Moet je toch een beetje nadenken hoe dat materiaal het beste kan bewerkt worden, dat het tot stilstand komt, ja. Het hoeft geen slot te zijn, er zijn nog stukken, ze zijn in gedelen gecomponeerd, zoals u weet. En die sluiten ook misschien helemaal niet op elkaar, maar het zijn dan bepaalde verzamelingen van processen die daar plaatsgevonden hebben. En zou een stuk ook eeuwig kunnen duren? Of er zijn stukken die heel lang duren? Scanning bijvoorbeeld? Dat is zo gegroeid in de loop van die jaren waar het gemaakt is. En ik had vroeger had ik altijd muziek thuis. Je had huismuziek gemaakt, huismuzikanten, vader had piano gespeeld, viool, cello of harmonium of wat ook. En dan kwam de radio. En die radio kon dan ook niet meer gebruiken, omdat daar ook niks meer kwam. Dus ik heb soms gedacht een elektronische huismuziek te hebben. Dat ik het geluid in mijn huis heb. En dat heb ik één stuk. Dat heet een Artificial Acoustic Environment. Dat is één stuk dat een soort huismuziek is. En die kan je eigenlijk de hele dag aan hebben. Die doet niet pijn en stoort niemand. En het lijkt een beetje op vogels die daar rondvliegen en hun geluiden maken. Heel rustgevend vond ik dat. Ja. U heeft een tijdje een cycli macro, tektra infra, dat is dan een cycli. Hoe zijn die ontstaan, die stukken, die langere stukken toen? Hebben die eenzelfde opbouw? Er zijn bepaalde processen integreert die dan altijd weer dezelfde proces of gelijkgezouden proces de andere richting aangaan en daar iets anders tevoorschijn kwam. Dit is het duidelijkste voorbeeld om dit duidelijk te maken. En zo is bijvoorbeeld bij Tektra zijn de voorlopers ready-made 1 en 2 en dat was eigenlijk het uitloten, het uitkijken hoe je moet bezig zijn. En dan kwam dan Tektra eruit, voor al die 5-6 stukken van Tektra zijn gebaseerd op die twee voorafgaande studies die het niet noemen, omdat het helemaal zelfstandige stukken zijn. En ready-made, zegt de naam al, was daar het uitgangspunt van. En zo ging dat bij Macro. Daar is het iets eenvoudiger. Daar is die eerste deel, die duurt 90 minuten. En als ik dat goed herinner, en ja, dat is, dat ademt in en dan ademt het weer uit. En als die uitgeademd is, dan begint die weer te ademen.
En dan krijg je die hele grote vorm van 90 minuten. En dat heb ik één keer kunnen maken. En ik is nooit meer ben ik erop gestoten om zoiets te vinden. En dat is heel, voor sommige mensen is dat, heeft dat met lichaamsademgevoel te maken. En dan heb ik ook een bepaalde dag een telefoon gehad van een regisseur. Die wilde daar een ballet op maken. En dat is hem ook uitstekend gelukt. Hij heeft dat natuurlijk, omdat het lichaam echt inspannend is, geen 90 minuten, maar 70 minuten ervan gemaakt. En daarmee waren die op 4, 5 Europese festivals in Orléans, in Warschau, in Berlijn, in Amsterdam. Dat was geen festival, dat was gewoon een studio. Maar dat gebeurt vaker. Het beroemdste voorbeeld was met Henk Batings, wat we vroeger hadden in de 50 jaren, heeft er niemand op de wereld daar gedacht, elektronische muziek, dat visueel om te zetten. Hij was de eerste die dat deed eigenlijk. Is de rol van de componist veranderd? U heeft het over zelfsturende systemen, over... Is de rol van de componist in de 20e eeuw veranderd? Ja, totaal. Omdat het ook zinloos is geworden, ook als het nog zo raffineerd bedacht is, orkestpartituren te schrijven. Ik was nog bezig met een 5, 6 jaar geleden begonnen zogenaamde diagonaalsymfonie voor groot orkest. Er zijn geen stabiele klanken meer, het beweegt zich allemaal diagonaal, als het namelijk zegt. Het is een term op. Rutman uit de 20e jaren, Diagonaal Symfonie. Maar ik heb het stuk ad acta gelegd en dat heb ik ook ergens gezegd. Die weg om zoiets aan het leven te brengen, aan het daglicht, daar moet je een kopist hebben. Die vraag weer wel. Daar moet je een uitgever hebben. Daar moet het materiaal aan gemaakt worden. Daar moet je een dirigent vinden. Daar moet je een zaalboer vinden. En een orkest artistiek bestuur die dat goed vindt, ten laatste. Nou, er zijn 8, 9 verschillende instanties die dat dan nog op volgen moeten. En dat kan niet meer. En dan zit je dan toch, ik de mens, toch jaren aan zo'n partituur. Omdat ik er ook zelf tekenen moet, omdat er niemand is die dat voor een aanneembare prijs kan tekenen. En dan heb ik toch van die resonans die komt van cd's, die kunnen meteen naar ieder land van de wereld gestuurd worden. Dan kan iedereen kan het zich aanschaffen en luisteren en kan dan openbaring vinden of ook geen openbaring. Maar de omroep in New York of in Californië kan het meteen uitzenden. Ik heb dat op internet gezien, dat wordt overal wordt het gebruikt. En die muziek komt onder de mensen, maar als ik vandaag nog zo'n mooie symfonie schrijf en nog 2 artistieke leiders in Duitsland en in België en in Holland ken, dat gebeurt niks, omdat er 3 mannen in het bestuur zitten, dat willen wij niet. Dus neem ik aan dat die orkestjes moeten museumsorkestjes blijven. En af en toe toch van een lokale componist maar wat uitvoeren en met steun van Fons hier van Peter Stuyvesant of Marlboro of wat weet ik, of de Milchstichting, Melkunie of Unicas, dat is een Amerikanisch model. Van John Cage zijn ook geen werken. En van Earl Brown van de New York Philharmonische Orkest uitgevoerd worden. En zoals ik het hier beschouw, de situatie in Holland, daar heeft Theo Wendy, die is nog boven de 75, denk ik, ja, die heeft 1 keer een orkest werd uitgevoerd gekregen bij het concertgebouw. En sinds die tijd nooit meer. Ja, dat is echt geen toestand. En dan moet je als componist kiezen. U geeft uw eigen cd's uit? En... Ja. Ik wil nooit meer bij een cd-maatschappij aankloppen. En zeggen, ja, kunt u maar dat beluisteren of u dat kan uitgeven. Dan zeggen ze, maar ja, nou, dat kan ik niet verkopen of... Dat brengt de kosten niet terug. En als ik dat met een stuk doe, een jeugdwerk voor 2 pianos, mijn divertimento, dat zijn mijn voormalige uitgever. Ja,
U weet zelf wat het kost om te drukken. En als u een paar exemplaren gaat verkopen in 10 jaar, dan heeft u de drukkosten nog niet eruit, dus wij geven u misschien niet uit. Afgelopen. Ja. Zo is het eenvoudig. En daarom heb ik mijn vrouw en ik ook, wij houden alles in eigen beheer. We hebben die partituren allemaal hier, originele kopieën ervan. Dus als die tijd hou een keer nog kinderen, wat ik niet aanneem, dat het in de volgende 20 jaar gebeurt, omdat ik wel denk dat de muziek van deze eeuw de muziek van de 20e eeuw wordt, als ik het goed zeg, ja, zouden kunnen wij nog midden, in het midden van deze eeuw gebeuren dat die dingen allemaal toch tevoorschijn komen. Omdat die orkesten, als het steeds museumorkest zijn, en hoog gesubsidieerd voor Beethoven, en de omroep heeft het 15 keer zo'n Beethoven-symfonie in de kast staan, van New York tot Honolulu uitgevoerd, en dan moet het ook nog een keer het orkest van Hilversum doen. Ik denk dat daar geen geld meer voor is, en dan moet het andere repertoire spelen. En dan kan het orkest misschien nog in het leven gehouden worden, anders moet het worden naar huis gestuurd. Dat is de consequentie, en daar is de oude gedachte van de voormalige chef van de muziek, moderne muziek van de omroep in Hamburg, die zei tegen dat orkest, als ik in moderne muziek wilde spelen of met weerzin, als jullie dat niet willen spelen, dan moeten jullie in 5 jaar in een rode baardhoze tv-orkest worden. En dat vond ik destijds in de 60e jaren heel doeltreffend. Welke stukken bent u nu mee bezig? U bent met dagelijks al werk, toch? Of veel aan het werk? Ja, het is natuurlijk zo geweest dat met een bepaalde ziekte ook een bepaalde angst komt dat je morgen niet meer leeft. Want je moet nog wat zeggen. En dan krijg je extra kracht en dampf. En dan heb ik in het jaar daarvoor 9 stukken gemaakt en in dit jaar 8 of omgekeerd. En dan denk je iedere dag, het is afgelopen en het moet nog dat moet nog komen, dat moet nog komen. En dan ben ik zover dat ik eindelijk zeg, ik heb nu alles eigenlijk binnen. Maar ja, over 2 maanden kan hier iemand aan de deur kloppen en zeggen, hallo, het moet weer een stuk komen. Maar dat weet ik dus niet. Ik ben voor mezelf, heb ik dat te laten rusten. Het laatste stuk wat ik nu gemaakt heb in de laatste 4 weken, dat is een hommage aan die Schilte Sonderborg. En die is 85 en ik word 70, dus dat is een goede proportie, denk ik eigenlijk. Eén vraag. Hoe ziet u de toekomst van de elektronische muziek? Is er een toekomst voor de elektronische muziek? Ja, dat is moeilijk te voorspellen, omdat er steeds nieuwe technologieën komen. En ik herinner me, als u nu vraagt, aan een gesprek met mijn vriend Franco Evangelisti, Italiaanse componist, ook elektronische componist, een van de eerste uren in de 50e jaren. En die zei in gebroken Duits, Franco neemt die impulsen direct van die Gehirn. Das heißt in gutes Deutsch erzählt, Franco komponiert keine elektronische Musik mehr. Er nimmt die elektrischen Impulse vom Gehirn und er kommt damit zurecht. Aber er ist sehr früh, er ist früh overleden. Voor mij was dat altijd een beetje utopie, maar hij was met een filosoof in een fysicus in Rome samen, daar werkte hij samen aan die idee, maar er is nooit iets van terecht gekomen. Misschien is dat de toekomst, dat bepaalde gedachten die een mens heeft, meteen omgezet wordt in stralen of in een beeld of zo, dat ik dus met mijn kop kan een beeldbuis besturen. Dat zou misschien kunnen. Ich kann mir da nicht vorstellen.